Dat is het eerste wat ik doe. Soms al, zelfs dat ik het, als ik erop denk, dat ik het s'avonds klaarzet voor. Dat ik ze morgens gewoon. Maar het hangt een beetje af van de situatie, denk ik. Op het veld, ik zei een dubbele espresso. Maar daarna, daarbuiten, noem maar een cappuccino of een latte macchiato. Gewoon, vraag me niet waarom. Ik kan geen uitleg geven. Maar dat is wel mijn lievelingskoffie. Voor een wedstrijd heb ik meer zo van dat dancemuziek nodig. Een goede beat erin, een beetje Tomorrowland-achtig. Maar in het algemeen luister ik wel naar alle soorten muziek. En ook wel veel R&B en rap en zo. Dus ik toch zeg Steven Gerrard, denk ik, bij LA. Gewoon omdat hij er ook immens respect voor had voor zijn carrière. En ook zo lang bij Liverpool gezeten, dat is er... Ja, gewoon legend, hè. Hij gewoon ook een super chille gast. Dus heel down to earth, voetje op de grond. En dat ook wel graag. Dat zijn gewoon alle prijzen die je gewonnen hebt. Ik spreek over bekers, kampioenschappen die je gewonnen hebt, ook persoonlijke prijzen. Ja, denk die dingen allemaal. Geweldig geluid en echt ruw. Het is een pak anders dan dat je thuis koffie zet, hè, bedoel maar. Dit is, als je zo ook ziet met die afwerking en zo, dat is toch een beetje kunstwerk ook en oefening. En op zich lukt het wel goed. Maar ja, er komt toch vrij veel bij kijken, vind ik. Maar het was wel iets fijn om te doen. Mooi, hè?